Yo mensen, jullie kijken naar een gloednieuwe video. Vandaag in de allereerste update video van Video Squad NL. Zoals jullie merken is er heel veel aan het veranderen aan ons kanaal. Dus zijn we van dit Game of Life naar een andere naam overgestapt, Video Squad NL. En we nieuwe banners, intro en profielfoto. En is er een nieuw schema. Dat schema ga ik jullie vertellen in deze video en ook allemaal dingen wat er gaan veranderen. En wat jullie kunnen gaan verwachten op dit kanaal. Dus ik zie jullie naar de intro. Zoals jullie gemerkt hadden, ik net ook al had gezegd, zijn we weer vandaan veranderd. Dat heeft ermee te maken omdat wij erachter zijn gekomen van onszelf dat we niet alleen maar game video's willen. Wij willen ook zo'n ding als free kicks, funny upload, dus die doen we nu ook al. Hebben jullie ook gemerkt, wij doen nu allemaal verschillende video's, vooral dat is gewoon nog echt gamen. Maar er zijn ook andere video's bijgekomen, ook challenges zijn er ook bijgekomen. Nou, daarom hebben wij dus de naam veranderd, daarom hebben wij alles nieuw. Wij hebben er ook voor gekozen omdat ons kanaal zo goed is gegroeid. Daar willen wij jullie echt heel erg voor bedanken. Wij hebben volgens mij binnen 2-3 maanden of zo, ik weet niet precies, zijn er gewoon 100 abonnees erbij gekomen. Daar wil ik jullie heel erg voor bedanken. Met het team bij mij wil ik jullie ook voor bedanken. En voor jullie dat terug te doen hebben wij ervoor gekozen om een vast schema te gaan doen. Dus dat wij elke dag weer zo laat een video online komen. Ik zeg je nu alvast, er gaan nog dingen veranderen, omdat het gewoon de eerste keer is dat we met een schema gaan werken. Dan moeten we gewoon gaan uitproberen wat mogelijk is en wat niet mogelijk is. Ik pak nu even het schema erbij zodat ik kan vertellen wat en hoe laat die ene serie online komt. Zodat jullie ook geruststelling krijgen van oké, ik moet om 12 uur kijken, want dan komt mijn serie waar ik van nou bijvoorbeeld funny upload online, zeg maar. En we gaan even bijgepakt op mijn nieuwe video. We beginnen met maandag. Maandag om 7 uur kunt de FIFA Monday. FIFA Monday kan een wedstrijd zijn tussen één van ons, maakt niet uit wie, maar het kan ook zijn dat het gewoon leuke momenten zijn of een film van de keeper of zo, dat soort dingen. Het heeft gewoon altijd met FIFA te maken, zeg maar. Dan om 8 uur is er een special. En specials kunnen niet altijd komen, het ligt er gewoon aan hoeveel tijd wij zo nog over hebben, zodat wij wedstrijden alle bij elkaar kunnen komen en dan een video op gaan nemen. Dus dat is niet altijd mogelijk, omdat wij ook met school zitten en we zitten allemaal niet bij elkaar op school. Daarom is het wat moeilijker om dat soort dingen te doen, maar we willen het wel gaan proberen. Dan hebben wij op dinsdag gekeken. Op dinsdag hebben wij om 7 uur de Minecraft Silver. Daar doen meerdere mensen aan mee. Dat is eigenlijk een serie waarin wij gaan kijken in andere servers hoe wij dat vinden, wat we er leuk aan vinden en wat je er kan doen. We leggen een kleintje uit en zeggen wat wij er zelf van vinden. Dan hebben wij om 8 uur staat nu Skyward. Dat gaat waarschijnlijk weg. Die reden vertellen we liever niet. Maar we moeten nog even kijken wat daarvoor in de plaats komt. Zodat wij gewoon een afview weer een video hebben. Het kan dat er maar 1 video per dag geüpload wordt. Maar dat kunnen jullie van tevoren te weten komen als je even bij ons op het Facebook account, wat ook hieronder in staat, of op Twitter kijkt. Dat staat ook hieronder en alles van ons kanaal. Een social media staat hier onderin en dan kunnen jullie ons terugkomen als er bijvoorbeeld een special komt of dat er een keer iets niet komt. Dan hebben wij woensdag om 7 uur 8 Napel, daar kan ook nog wat veranderingen komen. Omdat al meerdere kanalen dat doen, weet je niet of dat blijven doen, dat gaan we nog even kijken. Dan hebben wij om 8 uur een wereld special. Daar is het ook kijken wat wel kan en wat niet kan en wanneer we een keer samen kunnen komen. Dan hebben wij op donderdag Octodesk. Die kan ik zeggen, want die doe ik zelf niet. Ik kan niet, deze week niet, daarom komt deze video en volgende week ook niet. En volgende week komt er nog een hele leuke video. Ik ga nog niet zeggen wat. Ik weet dat het, ik kan één ding vertellen. Het heeft iets te maken met een gamescreenshot. Ik probeer het niet te gaan lukken. Maar ik ga het proberen voor jullie. Dus, en dan om 8 uur komt er een server tour. Dus gewoon weer een Minecraft servers kijken. Wat we leuk vinden aan dat ene ding wat we speciaal hebben. En die server bijvoorbeeld. Dan hebben wij op vrijdag Horror Friday, om 7 uur van ons kanaal, een horrorspel gaat spelen. Zodat bijvoorbeeld elke week een andere horror game is, zodat er een klein beetje variatie komt. Dan hebben wij om 8 uur gaan wij opnemen. Dat hebben hier niks mee te maken, maar dan hebben wij de tijd om te kijken om bijvoorbeeld een special van Free Kicks op te nemen. En dan hebben wij op zaterdag om 7 uur gaan we proberen elke week Free Kicks online te krijgen. Free Kicks hebben jullie al veel te maken in ieder geval bij ons op het kanaal. Free Kicks is gewoon van alles met voetbal, vooral schoten. Dan heb je een klein beetje de speciale schoten kunnen zien wat wij kunnen. Dan hebben wij om 8 uur de fun-upload. Dat is elke week anders wat fun-upload dit is. Het kan SpongeBob zijn, het kan Pinocchio zijn, het kan alles zijn. Dan worden er ook andere video's in toegevoegd. Dan hebben wij op zondag om 11 uur. Dan is het omdat iedereen in vrij zijn, het heel wat anders. Om 11 uur is het Funny Sunday, maar dat gaat ook veranderen. We weten nog niet wat er in de plaats van komt, maar dat gaat dus waarschijnlijk ook gewoon veranderen. Dan hebben wij om 7 uur een How to Make Build serie. Dus hoe maak je dat ene ding in Minecraft? Dus bijvoorbeeld je gaat wat met generators doen of met plugins of nog. Of hoe je een kasteel moet bouwen, dat soort dingen kunnen daarin komen. En ik kan nu al zeggen dat er dingen ook gewoon gaan veranderen in de loop van de tijd, maar dat ga ik jullie nog niet vertellen, want dat weet ik zelf ook nog niet. Ligt er gewoon aan hoe dit gaat lukken, het schema, en als het goed lukt blijft dit gewoon en dan het niet lukt. En dan komen er veranderingen, maar dat komen jullie ook gewoon te weten in deze serie. En dit is geen serie, maar dat komen we waarschijnlijk wel wat meer afleveringen van. Maar tot nu toe was dit de aflevering. Leuk dat jullie hebben gekeken naar deze video. Doe de blauwe duimpje omhoog. Klik hieronder ook even op abonneren, zodat jullie altijd op de hoogte zijn voor welke video's onderdag komen. Kijk ook even op ons Facebook en ons Twitter. En dan zie ik jullie bij de volgende video. Later.